Je kunt er nog steeds van op aan in de podcast van Live Comedy dat je honger naar comedy nieuws gestild zal worden. Tickets voor allerhande kunnen gewonnen worden. En tips voor comedy zul je subtiel door je strot geramd krijgen. Kortom, podcast dedicated to comedy en comedy nieuws. En die verschijnt 2 wekelijks op maandag. Normaal weten jullie al die info intussen al. Ja, want ze zijn er naar aan het luisteren. Ja, dat hoop ik. En dat is hopelijk al de zoveelste dat ze beluisteren. We zitten al aan de 6e. En het allerbelangrijkste, je hoort hem al, een centrale gast natuurlijk. Hij draait al mee sinds de microcosmos ontstond en praat sindsdien via beeld of zendtijd iedereen naar de mond. Hoewel hij die zendtijd soms wel eens zonde vindt, entertaint hij met zijn babbels en knutselarij, met gemak, man, vrouw en kind. Je hebt hem al meermaals op uw beeldbuis aangestaard, maar hij zit hier nu voor mij. Het is natuurlijk niemand minder dan Henk Rijkaard. Hey, hallo. Hey! En ik besefte daarnet dat ik aan het zwaaien was, wat dat raar is op een podcast. Dus ja, niemand ziet dag, dat, hè. Dag, luisteraars. Maar ik zal nu zeggen, Henk zit hier zo kei-enthousiast te zwaaien met zijn armen. Ja, en er zit zo iemand zo stilletjes ook nog naast jou. Man, godverdomme. Ik had het niet gezien. Ja, Geron zit hier ook, hè. Ja, ja. Ik kreeg ook een gedichtje. Ja? Nee, ik heb dat... Sorry, dat is alleen weggelegd voor de centrale gast. Ja, okay. Je gaat nog eens moeten terugkomen en dan bereid ik dat voor. Oh, dat vind ik een spijtig. Ik ben ook enthousiast ontwaaien. Ja, ook enthousiast. Nu, jij zit hier niet voor niks, maar dat houden we nog even spannend tot mag het einde. Mag ik een gedichtje doen voor Geron? Ah ja, als er zoiets uit Geron de Wulf, zeg het eens. Geron... Shit, daar stopt het al. Er was een wolk die waaide, want er was wind... Het was Geron, de wulf die nu naast mij zit. Ja, ik ben zo nogal Paul van Ostaaij-achtig, soort poëziemens. Ja, en het rijmen moet niet in. Nee, ik vind, want poëtisch was het wel, want er was een wolk en er was wind. Dus, voilà, van harte welkom, ook een zwaai voor dank jou, Geron. Geron, hallo, welkom. Ja, en de schijnwerper zetten we dan ja, absoluut, terug op. Maar nee, maar wat is dat toch met die schrijnwerkers? Schrijnwerkers, dat ben ik ook een beetje. Nee, maar Henk Rijkaard, dat is uw echte naam, hè? Dat is geen artiest. Namen. Nee, Geron is dat bij u. Ik had Geron er ook heel erg bij, omdat de schijnwerper op mij staat, ga ik hem altijd terug... Dus en bij jou ook, is ook mijn echte naam. Ja. Amai. Ja, okay. Geron. Speciaal. Dat is raar. Nee, dat is wel de eerste keer dat die vraag mij gesteld wordt. Ja, maar ik ging er zo altijd vanuit bij comedians, dat die zo eerlijk en oprecht hun echte naam naar voren schuiven. En dat is ook niet altijd zo blijkt. En Henk Rijkaard is toch wel een schone achternaam. En Henk is ook niet de meest doorsnee naam. Ik dacht, wie weet. Ik kan het maar checken, hè. Het is goed gecheckt. Ik ging ervan uit van niet, hè. Okay, ik weet dan ook is, van dan niet, is het goed. Maar ik dan werp is het nog goed. Eens van, het is toch echt, uw echte. Je hebt hem nooit veranderd of zo. Nee, ik dacht dat wel bij Alex Agnew, eigenlijk. Ah, wel, maar dat zijn zo van die dingen. Ik heb daar heel lang gedacht van Kamagurka. Kamagurka, maar dat is echt zijn naam. En bij Urbanus ook. En Kuga Baul. Zeg, jullie zitten al vrolijk te keuvelen. Jullie kennen elkaar... Ja. Ik ken Geron van heel lang geleden nog van een Belgische improvisatieliga. Ja. Mijn comedy-carrière, tussen aanhalingstekens, is begonnen met improvisatietheater eigenlijk. En de mijne ook. En daar ben ik dus in de Belgische improvisatieliga ben ik Geron tegen het lijf gelopen. Ja. Je hebt er wel veel meer. Ik heb er niet zo lang gedaan, omdat vroeger was er een opzet, er is een team. Hey, dat is met teams, hè. Dat is een soort van teamsport dan, improvisatie, zoals dat improvisatieliga dat doet. En er was een team Gent, een team Antwerpen en een team Brussel. En op het moment dat ik erbij kwam, het jaar daarna, veranderde dat snel naar team Antwerpen tegen team Antwerpen en team Antwerpen. Dus alles was in Antwerpen. Ik studeerde toen nog. En dat was echt, om duur was dat gedoe, dat gependel. Dat was dan een training, was in Berchem. En dan was dat spurten naar het station. Dat was het ene keer, ik denk dat de laatste keer was dat ik geweest ben, ook als ik met een trein gemist. Dat was samen met Katrien Pilet nog. Ik heb die vorige week nog gezien. Oh god. Ja. En, dat is hier echt zo café praten. Die woont in Tienen. Ja, ik weet het. Ja. Katrien en ik namen altijd de trein naar Antwerpen, naar Berchem. En zij was ook team terug. Gent. Zij was team Gent, ja. Want ze zat hier op kot. En we hadden een trein gemist. En dan hebben we gelift. En dan zijn we meegepakt door een...
de twee jongens, laat het wel zo zeggen, in een soort van Opel, waarbij dat de reservewielen... Er zaten er heel veel nodig, want er lagen er drie op de achterbank. En de rit van Antwerpen naar Gent, normaal gezien, 3 kwartier, ça va, met een slechte auto, in dat geval een uurtje. We hebben er 3 uur over gedaan, omdat die gasten constant gebeld werden. En dan ze, ja, we moeten eerst even nog naar een vriend. En dat was een vriend waarbij dat raamje dat ze een centimeter of 2 naar beneden ging. Er werd ze iets in zilverpapier, ik denk een pita, binnengestoken in die auto. En dan ging er ze geld, natuurlijk, want je betaalt voor die pita. En het waren ook heel kleine pita's soms. Heel kleine pakjes in zilverpapier. Maar dan waren die pita's ergens anders naartoe gebracht. En echt, op een bepaald moment zaten wij, ik weet niet waar, maar dat is een of andere rosse buurt, dat, langs de achterkant van dat hoerenkot werd dat geparkeerd. En dan ze een portier die deur knoopt, zegt ze loes. En wij zaten daar echt te panikeren vanachter. Ah, toch? Ik dacht, die zijn helemaal tevreden met die pita-verkoop hier. Nee, totdat dus een van de jongens een deel van die pita in zijn sigaret draaide en die begon op te roken. En toen was de sfeer in de auto heel relaxed. Maar uit 3 uur. Het is goed snuiven. Maar dat zou de reden zijn om bij de beeld te blijven. En je weet dat je dat elke week kunt gaan. Ja, nee, dat is puur materiaal. Ja. Onderweg naar. Voor een simpele jongen uit het meetjesland was dat toch net ietsje te ghetto, eigenlijk. Ja. Maar het was ook niet meer te doen. Allee, het was echt... En ondertussen zat ik dan ook bij de Lunatics. Een ander improvisatiegezelschap in Gent. En dat was ik bediend. Met mijn... En dan is het eigenlijk vertrokken. Want bij de Lunatics ben ik dan... de micro vliegt bijna op de grond. Bij de Lunatics ben ik dan echt solo dingetjes beginnen doen op het podium. Daar is het allemaal begonnen. Maar ja, de meeste mensen, als ze Henk Rijkaard van de eerste keer niet meteen een gezicht op kunnen plakken, denk geflankeerd door Bert Gabriels, daar kennen ze u het meeste van, denk ik. Daar word ik nog altijd het meest op aangesproken. Op zonde van de zendtijd. Ja, daar word ik nog altijd het meest op aangesproken. Waar ik zelfs publieksopwarmer ben geweest. Ooit. Ah, toch? Ah ja, dus je hebt ook een paar keer gedaan. Dat gaat hier zo bij elk ding dat ik aanhaal, gaat dat zo... Juist. Ah, paté, ik eet dat ook graag op mijn boterham. Nee, ik ken nog een Henk. Tot vandaag doet dat wel een belletje rinkel bij de mensen. Ik denk dat wij zo voor een bepaalde generatie mensen zo wat een beetje de buitende zone waren. Wat dat de buitende zone voor ons generatie was eigenlijk. Ja, maar de kijkcijfers loogden wel. Natuurlijk. Ja. Allee, het is goed bekeken ook en zo. Maar, en ik wil dat ook niet onder de mat vegen wat we daar gedaan hebben. Bert en ik, maar ook gewoon samen met Hans, dat team van de VRT toen. Maar wij waren gewoon het juiste programma op het juiste moment. Op dat moment was er eigenlijk niks. Alles kan beter was ondertussen al 10 jaar geleden bijna. Het was al ad infinitus heruitgezonden totdat iedereen het gewoon kon meezingen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En er waren voor de rest waren er eigenlijk geen dergelijke programma's. Er werd geen verborgen camera niet meer gedaan. Er werden geen rare straatinterviews gedaan. En dus dat was een beetje de combinatie van dingen die op dat moment niet gedaan werden. En dat zal ook wel in ons voordeel gesproken hebben, natuurlijk. Inderdaad, ook 3 seizoenen. Je zou dan denken, ik denk dat jullie op een piek zelfs nog gestopt zijn. Maar dat was de intentie ook? Of? Ja, nee, dat was niet de intentie, maar dat, ik weet niet, ik denk dat we... Ik heb het gevoel dat ik daar wel een belangrijke rol in gespeeld heb, maar ik denk dat iedereen wel zo wat had van, nu is het genoeg. Omdat seizoen 1, het is allemaal vrees schoon gelopen. Hè. Seizoen 1 hadden we een paar heel toffe fragmenten die gedeeld zijn. Dat was het begin van YouTube ook en zo. Mm-hmm. En dan was er zo een of andere snotneus die het stuk van Blokken, met die mentale gehandicapt en mensen met beperking. Dat stuk van Blokken, dat Ben Krabbe eigenlijk gewoon mensen met een beperking zat uit te kafferen. Hij had dat op YouTube gezet, een of andere jonge gast. En dat was binnen de week zo 200.000 keer bekeken. En zo, wat dat in die tijd heel veel was. Ja. Dat was viraal voordat viraal eigenlijk bestond. Dat soort dingen. Er zijn een aantal dingen die meegespeeld hebben. Dan zijn we genomineerd voor een televisiester. Mm-hmm. Hebben die dan ook gewonnen. Zijn dat die Vlaamse televisiesterren die ooit gerenommeerd? Die ooit gerenommeerd waren en dan nu een soort van... Een kringruk clubje is van TV. Ze hebben er ook maar 1 gemaakt nu. En die hebben allemaal met dezelfde moeten passeren, maar er is geen ene die hebben meegekregen. Normaal gezien kregen ze nog 1 thuis opgestuurd en dat is voorlopig nog steeds niet gebeurd. De papier-maché is op zijn het is dat. Het is heel liefje. Maar ja, het is allemaal eigenlijk redelijk schoon geval. Allemaal. Ja. En we zijn genomineerd eigenlijk, terwijl dat
seizoen 2 speelde, wat al ons beste seizoen was. Mm-hmm. In ons meest populaire seizoen, moet ik zeggen. Want ik vond ons eerste seizoen, daar zaten heel veel groeipijnen in en wat beginnersfoutjes en zo. Dus eigenlijk heb ik het gevoel dat we die televisiestar gekregen hebben voor ons eerste tv-seizoen, maar dat eigenlijk iedereen gestemd heeft omdat hij naar het tweede seizoen zat te kijken. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Maar het doet er niet toe. Star dubbel en dik verdient. Voilà, dank u wel. En wij hebben wel zo'n beeldje. Maar dat is, die star wel al afgebroken. Dat was niet in hout zoals het nu is. Of nee, zo. Dat is echt redelijk hard als je dat op je teen krijgt. Trust me. Dat en je hebt dat toen, ja, maar, nee, die staat op de VRT. Ja, maar dat was toen ook echt met een show en zo. Hè, waar dat, ja. Een gala, dat werd nog op tv gegeven nu. Ja, dat is ook het probleem waarom het nu ook gewoon... Ja, niemand wil dan nog betalen. Verdwijnt, Het kringrukfeest van de tv-makers. Maar dan kwam er de vraag van VRT om seizoen 3 te maken, uiteraard. Maar dan voelden wij al van, ja, omdat het zo populair is... zijn we wat te bekend en zo. Politici, vooral om politici. Doen. Mensen op straat, dat ging nog altijd. Dan gaat je gewoon naar Deinzen of naar andere... naar het soort van regionale tv-volk. En die kennen nu niet. En dan kunnen er nog altijd diezelfde voxpops mee gaan doen. Allee, andere, maar je snapt wel wat ik bedoel. Maar dus politici en bekende mensen, dat werd heel moeilijk. Dat merkten we ook in de aanloop naar seizoen 3. En dan hebben we Thomas erbij gehaald. En dan heeft Thomas die ding voor zijn rekening genomen. Een heel tof seizoen, maar daarna had ik het gevoel dat het top was. Ja. Of dat we zo tijdens de eerste brainstorms en de opwarming naar eventueel seizoen 4 merkte ik van ja. De mayonaise is op ze. Allee, je begint ze weer dingen te doen die je al een keer gedaan hebt, maar in een ander jasje. Dan denk ik van ja, dan laat ik liever de eer aan onszelf en zeg gewoon: oké, het is goed geweest. Ja. En kunnen we mee een schoon verhaal afsluiten. Voordat de mayonaise begint te schieten. Ja, het is dat. En het is ook zo pijnlijk, denk als tv-maker, maar ook gewoon als kijker. Om dan, dat merk ik dan toch als ik naar tv-shows zit te kijken, die dan zo. En als seizoen 3 of 4 of 5, dat je begint te merken van, oh mannetjes, dat is spijtig. Misschien nu ophouden. Ja, of ze hadden eigenlijk al een seizoen geleden moeten stoppen. Maar dat is soms ook, denk ik, als je seizoen even goed is, is het eigenlijk slechter. Ja, tuurlijk. We hebben mensen in hun gedachten vorig jaar, dan is dat bijna legendarisch in hun hoofd. Mm-hmm. En je moet straffer, want anders is het niet beter. Nee. Ja, wat is daarom dat ik zei van seizoen 2 ons meest populaire seizoen, omdat ik film van het seizoen 3 zat een heel, heel, heel straffe ding. Als ik dat zelf mag zeggen, maar goed, ja. Dat mag. Maar vergeleken met seizoen 1 was, zoals ik zei, groeipijn. Seizoen 2 was solide, zat een heel goede ding in. Maar ja, seizoen 3, er zat echt zo'n aflevering die volledig in een thema waren. En zo waarin alles klopte. Ja. Oké. Okay. Dus, maar daarna heb je ook niet stilgezeten, hè? Dan is een trein vertrokken, denk ik. Nee? Dan is een trein vertrokken. Want die was al vertrokken qua comedy, maar ik heb wel... Zorgt wel voor meer. Dat heeft een enorme boost gegeven, natuurlijk. Allee, als je met je kop op tv komt, zeker 3 seizoenen, dat weet jij ook. Geron. Dat als je met je kop op tv komt, dat je ding, dat lokt volk naar je zaal natuurlijk, hè, want ze willen die in een bv bezig zien. Ja. Dus dat heeft wel het zaalgegeven ook gewoon wat in de stroomversnelling gezet. En dat is ook nog altijd het belangrijkste voor mij. Hè. Ik vond dat tv-werk heel tof. Ik heb dat 3 vermoeiende jaren zeer graag gedaan. Maar... Ik heb toen gaandeweg wel gemerkt dat podiumcomedy meer mijn ding is. Ja. Omdat de respons gewoon veel directer is. Ja. Ik zie Giron knikken in mijn ooghoek. Als het voor comedians is, dat denk dat het ook gewoon daaraan ligt. Hè? Want wij als comedians zijn gewoon van, je staat op een podium met die elektrische stok in je handen en je zegt bla 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 en de mensen doen ha 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 en je weet, dit is een goed mopje, dat marcheert. En die pingpong is heel motiverend en zorgt er ook voor dat je nog steeds meer in de drive komt. Ja, en die is ook daar, à la minuut, je hebt het dan van op tv nog eens te doen met een heleboel kijkers thuis, behalve je eigen publiek. En ik vond die in een afstand en die de correlatie tussen de afstand en De respons en de inspanning vond ik niet in verhouding. Want uiteindelijk, er kruipt heel veel tijd aan werken voor iets voor tv maken. Evenveel tijd als een ding voor het podium, dat is de vergelijking niet. Maar je hebt dan iets gemaakt, dat vliegt dan in een mapje, 3 maanden later wordt dat uitgezonden, doet er iemand in zijn zetel, hahaha. Hij hoort dat gelach niet en in je kop zeg je ondertussen al mee iets anders bezig. Dus die respons...
En uw inspanning, dat matcht niet op een of andere manier. Buiten als je op een podium staat. Ik vind ook je eindverantwoordelijkheid als je op een podium staat. Er zit niks meer tussen u en het publiek in. Terwijl, je hebt dat gefilmd, dat moet nog gemonteerd worden. Ah ja, dat okay. kan ook kapot geknipt worden. Daar heeft nog veel te veel mensen in. Dus als het slecht was, kunnen we altijd de schuld op de monteur steken. Dus dat je bedoelt. Nee, maar je hebt ook die eindverantwoordelijkheid niet meer. Dus als jij iets in je hoofd hebt en het wordt totaal anders uitgevoerd, dan voelt het ook wel eens. Ja, dan zit een vaak muziekschen onder in het is om zeep. Ja, het is dat. Maar je bent wel maker gebleven, Henk. En nu ook letterlijk. Schoon brugske. Je hebt de titel eraan gegeven. Dat is de titel van je nieuwe show, ja. Maker. Ja. In navolging van je vorige show was Technostress. Ja. Ja, je doet vanaf dit weekend al. Ja. Ja, zot, hè. En? Het is vertrokken. Nu, dus jij zit nu in volle stress voor de première. De première stress, ja. Het begint te komen. Ça va, hè. Ik heb zoals gewoonlijk zeer uitgebreid getry-out. Want ik neem er wel niet meer een tijd voor. Want het was kort. Ik ben in september begonnen. En ja, eind december moest het klaar zijn. Dus ik heb heel uitgebreid getry-out. Eerste cafés, daarna een kleine theaterzaal en cc's en zo. Dus het staat wel op punt. Dat wel. Ja, je kunt er in volle vertrouwen mee beginnen. Maar zoals het hoort, ben ik nu natuurlijk... ik kom nu net uit mijn atelier, ik mag dat wel zeggen. Sorry jongens, maar ik was hier een half uur te laat en ik was het vergeten. Hij is eigenlijk ons nog... Ja, verontschuldiging. Ja, goed, maar hè? Nee, absoluut. Ja, maar doe maar even stilte, officieel. Oh, het was een uur, denk ik. Het was geen half uur. Jawel. Het was bijna een uur. Bijna ja, een uur. Zwat. Goed. Het was bijna een uur. Maar ik zat in mijn atelier, want ik was bezig aan een requisiet voor mijn show. Belangrijk. Het is een robot. Allee, het is allemaal getry-out en zo. En, buiten dat machine dat je nu aan het maken bent, dat was Nee. Maar wacht, ik had het nu niet volledig uit de doeken doen, maar de mopjes die ik met die robot wou maken, heb ik wel met een half werkende robot kunnen uittesten. Ja. Dus ik weet dat de jokes werken en zo, maar het spektakelstuk eraan, hoe dat hem beweegt en wat dat hem doet op het podium, dat heb ik nog niet kunnen testen, omdat ik hem toen nog aan het bouwen was en ook nog aan het uitzoeken was hoe dat ik dat in godsnaam moest doen. Maar het is een soort van R2-D2 voor de Star Wars fans. Ja, ja, ja. Het is een soort vuilbak op wielen. Dat ding, zoiets dat ik gemaakt heb, maar dan iets expressiever. Als ik zo een tease over je show las of checkte, dan ging het zo meer over huishoudelijke dingen dat wij ook zouden kunnen maken. Ik zou geen robot kunnen. Ah ja, maar nee. Maar het is, maar ja, die robot is ik kan niet vertellen waarom dat erin zit, maar mensen die komen kijken, die gaan dat wel. Maar het gaat niet over, we gaan nu een keer, ik wil dat iedereen robots kunnen maken. Nee, absoluut niet. De show gaat hem over over we zijn bang, daar komt het eigenlijk op neer. Mensen herstellen heel weinig dingen. Als er iets kapot is, dan vlieg je het in de vuilbak. Of dan laat je het herstellen, en that's it. Terwijl dat soms een klein dingetje is dat kapot is. Eigenlijk een gans idee voor de show is ontstaan een half jaar geleden of zo, iets langer geleden. Onze koffiemachine was kapot. Koffiemachine doet er van boven boontjes in, van die koffiebonen, en dan maalt. En dan, met heel veel lawaai komt er dan een goeie tas koffie uit. En op een bepaald moment was het kapot, dus ik bracht dat uit de krevel. Ik was die koffiemachine 3 weken kwijt, wat al geen cadeau is. Mm-hmm. 3 weken later kom ik ze halen. Ik heb €150 moeten betalen, omdat er een steentje in die koffiemachine zat. Dan voelde je een kalf. Hoe kunnen er stenen in je koffie? Als je kinderen hebt, dan stel je die vraag niet hierom. Ja. Ik heb een zoon, maar je mag niet meer stenen het huis in. Ja, ook niet meer kleintjes. Ze smokkelen het binnen, jong, echt waar. Wacht, en hoeveel? Je hebt dat €150 betaald en dan waarschijnlijk oorspronkelijk ooit dat toestel ooit ook zoveel betaald. Meer, ja. Dat soort toestellen is redelijk duur. Dus daarom dat ik het wou laten repareren. Maar dan voelde ik me echt een idioot. En ik ben sowieso al iemand die al, als er iets kapot is, eerst eens kijkt van... Ik wil het wel zelf eens checken. Ik ga het zelf proberen repareren. Maar bij die koffiemachine dacht ik van... Nee, ik kan dat toch. Nee, hij zit hier nu met zijn handen. Maar je hebt schrik op een of andere manier. Wat dat bullshit is. Want uiteindelijk, wat kan er fout lopen? Het is toch al kapot. Ah ja. Ik krijg zo'n dingen nooit... open. Wel, je moet dus van onder, als je dus kijkt, eerst het water eruit doen bij de koffiemachine, want anders wordt het nat. Je draait het om en aan de onderkant zijn ze precies zo metaal, vijzekjes. En dat kun je eruit schroeven. Ik heb dus een PlayStation proberen open te doen. Ja, maar oké, PlayStation is een ramp. Maar zitten dan nog geheugenkaarten en zo in. Een koffiemachine is misschien al iets. Maar wat ze dus ook doen, is dus...
speciale vijzekes, waar dat wij met ons gewone mensentournavisen niet aankunnen. Nee. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Om te voorkomen dat we het doen. Dan kunnen we wel een tournavis gebruiken als hefboom. Om dat open te wrikken, maar dan is het echt kapot. Ja, is... Maar dan is het echt kapot. Maar je hebt dat wel open gedaan. Dan is uw dekplaatje wonen. Suzanne, en met een beetje plakband kunnen we nog altijd op je PlayStation spelen. Oké, oké. Maar dat heeft het getriggerd om eens te kijken. Dat heeft het getriggerd, ja. En dan ben voor de rest lijkt jij mij toch iemand die dat echt inderdaad... de kapot gaat opentrekken, is gaat kijken van... Wel kijken op zijn minst, ja. Dat is al... Allee, onlangs was de vaatwas kapot. En het was mijn schuld. Het is in mijn handen kapot gemaakt. Niet direct dat mijn schuld was. Jawel. Blijkbaar kan een koe niet in de vaatwas. Dat hebben we dan ook geleerd. Nee, maar dus ik trok de deur open en deed iets krak. En dacht, oké, dat is dat slotje. Dat kan niet anders dan dat slotje steen, is. Of een steen. Ja, in ons familie kan dat natuurlijk. En dan hebben we opengeschroefd en dan bleek dat er een plastiekje van dat slotje kapot was. En dan heb ik gebeld naar de reparateur van dat slotje is kapot. Dan heeft mij op zijn minst al €50 bespaard, want normaal als die komen, die schroeven dat open, die zeggen, ah ja, ik ga dat moeten bestellen, meneer, maar dan moet je wel al dat duur dat die er geweest is, nee, met transport, blablabla. Dus ja, ik probeer het toch, ja. Ik zeg niet dat, ik pretendeer niet dat ik de guru van het repareren ben, dat ik de nieuwe Roger van Dobe TV ben. Want dus Plussen, wat een held is trouwens, hier, Roger. Yeah. Maar ik vind vooral die schrik die mensen hebben en die ik bij mezelf ook voel, van, oh, zou ik dat wel kom, doe het, spruts het open. En de ervaring leert van, je doet eigenlijk niks verkeerd van het open te doen. En een helft van de tijd kun je het eigenlijk zelf repareren of op zijn minst al wat centen uitsparen. Ja. En als het fout loopt, heb je op zijn minst nog een grappig verhaal om te vertellen op familiefeesten. Ja, dat is waar. Ja. Dus win-win. Maar bij technostress deed je dat ook, hè? Een beetje zoiets aankaarten in onze maatschappij of dat mensen gewend zijn maar dat we eigenlijk niet echt aanpakken of eens een keertje onder de loep nemen. Dat doe je zo wel, hè? Want dat is toch iets van onze maatschappij. Ik denk 20 jaar geleden zou mijn opa of zo, of mijn vader zou ook alles... Absoluut, ja. Nee, ik ben ook zo opgegroeid met een pa waarvan ik vooral de benen van onder de notte zag steken of die zijn kop achter de televisie stak met een schroevendraaier. Allee. Mijn pa is ook automechanieker, maar een auto van toen kon die en een auto van nu. Ook al natuurlijk, het wordt ons onmogelijk gemaakt. Ja, hè, en blijkbaar zeggen ze dat ook, hè? Dat is zo'n mythe dat de toestellen die ze 20 jaar geleden maakten, dat die blijkbaar ook echt gemaakt waren om zo een eeuwigheid mee te gaan. En dat ze nu expres een beetje lichter materiaal gebruiken of er wat mee spelen, dat het ook gewoon een verval dat te maken. Dat is geen mythe. Allee, er zijn bewijzen genoeg. Nu, we gaan er niet te technisch in gaan, maar je kunt echt wel default by design hebben. Als je bijvoorbeeld bij elektronica... Kort door de bocht, er zijn componenten die goed tegen de warmte kunnen, er zijn componenten die slecht tegen de warmte kunnen en er zijn componenten die heel veel warmte afgeven. Nu, een ingenieur weet dat, want dat is zijn job. Dus als die toestellen designen, dan zorgen die dat de dingen die niet tegen de warmte kunnen, dat die zo ver mogelijk van de ding... Maar je ziet nu af en toe dat er dingen dicht bij elkaar gezet worden om ervoor te zorgen dat het kapot gaat. Toch, ik heb ook al gehoord dat ze echt... chips erin steken in een printer, die zegt, oké, na 6000 bladzijden, HP, heeft er zelfs een proces voor aan zijn benen gehad. Maar daar gaat het in mijn show ook over, dat er echt zo'n, dat op een bepaald moment ineens een garantie kapot is. Maar zie, voilà, het ligt toch niet allemaal aan ons? Nee, tuurlijk niet. Nee, absoluut niet. Maar ja, het is hoe dat we ook als producent, als consument worden benaderd en zo. Allee, als om het terug over vroeger te hebben, niet dat ik een nostalgicus ben, maar vroeger als we bijvoorbeeld een boormachine kocht of een mixer, dan zat een boekje bij met de tekening van de binnenkant. Dus gaat ze, wat ze noemen, de exploded views. Hè, zo helemaal doorgesneden. Ja, doorgesneden, met dat vijsje zit daar, dat vijsje zit daar. Omdat ze wisten, die fuckers, die hebben dat gekocht, die gaan dat toch openschroeven, we kunnen er maar beter een handleiding in steken, want anders gaan we ze allemaal moeten gaan terug in elkaar schroeven. Maar ja, en dat vind ik goed. Maar omdat je zegt ook van auto's, die elektronica en zo, tegenwoordig zijn er wel, en dat is ook het leuke aan het internet natuurlijk, zijn er mensen die apps maken en die applicaties maken waarmee dat je een auto
auto kunt hacken. En dat vind ik de max, hè. We gaan even onze auto herprogrammeren. Maar kunnen we dan ook... want hey, als je dan olie hebt vervist, je moet dan ook je computer terug op nul zetten en dan blijft een alarm geven. Ja, ja, ja. En dan ja, moet dus... hem aangesloten worden op de computer van het merk. En dat is zo'n klik, enter, en dat is €250. Ja, dat is erg, hè? Really? Ja. 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 Maar er zijn al bepaalde dingen die je in een bordcomputer kunt... Dat denk ik ook altijd zelf, hè. Olie vervangen en... Natuurlijk, mm-hmm. Ja, maar op zich is dat ook niet, moeilijk. Olie verversen, ik denk dat vroeger iedereen dat zelf deed. Niemand ging naar de garagist om zijn olie te verversen. Dat is echt, dus op zich is het goed onder je notto kruipen, er een, bij wijze van spreken een badstop uitvuizen, de badstop, het bad laten leeglopen, badstop er terug in, en langs de bovenkant de nieuwe badwater... Ja, zoiets, hè. Maar als ik naar uw show kom kijken, dan leer ik iets bij. Nee. Dat is niet gelijk Ron Berger. Maar en ik wil ook wel even iets duidelijk stellen. Je zegt van de maatschappij kritisch. Ik vertrek altijd vanuit ding die ik zelf voel. Omdat ik wil niet zo de man met zwaaiende vingertjes zijn. Of zo. In onze maatschappij... ik kan dat ook niet. Weet je, ik ga dan verkeerde conclusies trekken. Ik kan wel conclusies trekken voor mezelf. Voor mezelf. En dat kan herkenbaarheid oproepen bij... Voilà. Yes. Ja, absoluut. En ik denk dat ook wel het geval is. Mm. Allee, bij zo... De dingen die je aankaart. Allee, hetzelfde bij technostress was dat ook wel... absoluut. Dat zijn heel herkenbare zaken. Hè? Ja. Dat is, ja. En nu gaat het dus over de belachelijkheid, die angst, dat is het eigenlijk. Ik ben echt bang om dingen... En ik heb dus ook in de aanloop van deze show, omdat dat ik er wat consequent in was, geprobeerd om zoveel mogelijk dingen die ik op podium gebruik, om die ook zelf te maken. Dus ik heb mijn decor zelf gebouwd, maar goed, dat was in mijn vorige shows ook, maar ook attributen, mijn muziekinstrumenten. Ik heb zelf een microfoon gemaakt. Is dat een goede microfoon? Nee. Maar ik heb zelf mijn kleren gemaakt ook. Dus ik heb eigenlijk gewoon geprobeerd om zoveel mogelijk zelf te maken. Ook gewoon, gewoon omdat dat lollig is natuurlijk. om de pot sierlijk rond te lopen. En, nee, sowieso. Maar ook gewoon om een klein beetje... Dat is dan tussen de regels, hè. Maar om een klein beetje duidelijk te maken van... Ja, probeer het gewoon... Jij doet ook maar wat. Ja, maar dat is het eigenlijk ook zo. Nee, maar pas op, ik heb een YouTube-kanaal, Koterij. Ik kijk dat soms eens. En dat, ik vind dat toch ook al zo... dat gaat mijn beetje al te boven. Ja, maar dat is ook omdat ik dat al veel doe. Snap je? Ik ben 10 jaar geleden begon met een verbouwing in ons huis. En dat was ook van... Ja. Maar dan begint het gewoon omdat dat budgettaire redenen heeft. Hè? Van oké, een plakker, dat kost zoveel. Ik zal het dan maar zelf proberen, zeker. En begon op zolder, en dat is mijn bureau. En ja, er komt weinig volk, en dat is goed. En ze gaan de weg gaan naar beneden, dan worden het beter. Gewoon, eigenlijk, dus de living is best wel oké. Het is hun bureau, je zegt. Maar loopt je tegen de bulten in de muur. Ik vind dat moedig, want ik heb ook zelf ik heb de afbraak gedaan. Moedig? Is dat moedig? Ik weet dat niet. Ja, dus als ik die plekken bezig zeg, dan ik zoiets van, oh, goed dat ik hier niet aan begonnen ben. Ja, maar goed, dat is omdat je die kon betalen. Ik heb zo alles uitgeslepen, zelf gedaan. Ja, maar afbreken, sowieso. Daar ben ik goed in. Maar opbouw. Nee, maar we hebben voor bepaalde dingen ook wel stielmannen laten komen. Maar ik heb wel toch behoorlijk wat dingen echt zelf gedaan. Puur uit budgettaire noodzaak, uiteraard. Mm-hmm. Maar ook omdat ik op een bepaald moment ontdekte dat ik dat wel tof vond, eigenlijk. En daar is dat YouTube-kanaal eigenlijk ook uit gegroeid. Heb jij niet extra stress doordat er zoveel dingen op je podium kunnen misgaan? Ja, maar dat is echt... Dat is echt... Ik werk al niet met een projector, omdat ik al zeker met die projector niet ga werken. Maar dus ja, nu staan er inderdaad wel een aantal dingen op het podium. De robot bijvoorbeeld. Maar goed, ja, die robot is ook een biesnummer. Dus ik ben wel heel benieuwd naar de robot. Ja, vrouwelijk, mannelijk, transgender. Dus, Robot Wars. pas op, hij weegt 15 kilo of zo. Dus het is wel een redelijk kloek. Dat is een goeie bb. Ja. Dat is een goeie bb, ja. Dat is een stevige benesp. Het is een jongetje, denk ik wel. Jongetje? Ik heb dus eigenlijk nog niet nagedacht over het geslacht. Er hangt ook geen geslacht aan. Nee. Dat kan een dikke vette USB-stick, dat heeft hem. Dat is belangrijk. Dat is toch vrouwken, hè? Ja.
Ja, nee, het is een USB-poort, hè. De stekker poort is maar... De poort en de stick. Ja, voilà. Waar zijn wij in godsnaam over bezig? Over dingen die kunnen kapot gaan. De USB-stick, ja, goed. We ronden af. Ik doe nu tegen wat we ronden hier. Misschien knippen we dit eruit. Wordt er gemonteerd? Nee. Hoppa. Klopt ook wel. Ik heb het ook over werken van andere comedians die ook in 2019 hier te velden ergens in een heleboel zalen staan. Ja. Onlangs stond ook Paulien Cornelissen voor de eerste keer op de planken in België. Allee, in totaal voor de eerste keer, maar nu wel dit jaar, 2019, met haar nieuwe show. Om mij moverende redenen. Moverende redenen? Ik vind het een moeilijke titel. Het is een moeilijke titel, ja. Ja. Heb je er al van gehoord? Allee, zowel van Paulien Cornelissen wel, gok ik. Van Paulien wel, maar ik denk dat ik die leren kennen heb, zoals iedereen die leren kennen heeft via De Slimste, Mens. Ja. Dus inderdaad, nu in deze show heeft ze ook zo, als je het op het podium ziet, ze heeft zo een... Een broeikas met wat mossen in, met wat organismen. En, wat moet je zeggen, toen ik dat las, dacht ik van... Hey, dat wil ik wel zien. Dat triggert, hè? Ja, dat is zo. Paulien, ik ga het haar zelf laten uitleggen, want ze heeft een babbeltje gehad met mijn collega Bo. Bij mij zit Paulien Cornelissen. Paulien, je nieuwe voorstelling heet Om mij moverende redenen. Wat mogen de mensen verwachten? Nou, wat het meest opvalt, denk ik, in het toneelbeeld, is dat er een kleine serre op het podium staat met daarin mos. En veel in de voorstelling gaat over mos. Ik vind mos een mooi groeisel en troostrijk. Mos was er al 40 miljoen jaar en dat is 2000 keer zo lang als dat er mensen zijn. Dus dat vind ik een heel prettig gegeven, dat wij mensen onszelf natuurlijk heel belangrijk vinden. Maar dat eigenlijk dat mos, er al dat is er al veel langer. Dus voor het mos zijn wij een soort één seconde van, hè, wat gek. Er zijn ineens allerlei krioelende wezens, het zijn mensen. En op een gegeven moment zijn wij ook weer weg en dan is het mos er waarschijnlijk nog steeds. Dus... dat is één element, maar eigenlijk gaat de voorstelling ook voor een groot deel over in hoeverre eigenlijk je wat je zelf denkt, dat je dat serieus kunt nemen. Want ik ben er sinds een aantal jaar achter dat er heel veel momenten zijn dat je weliswaar denkt van, oh, ik ben heel kwaad of ik ben heel verdrietig. Maar dat eigenlijk als je er dan echt naar kijkt, dat je ziet van, ja, maar eigenlijk ben je dan ook moe of hongerig of weet ik veel. Dat er iets aan de hand is waardoor je niet jezelf serieus zou moeten nemen. Zo'n voorstelling, hoe maak je dat? Verloopt dat op een bepaalde manier bij jou? Ik wou dat ik wist hoe dat precies ging, maar in het geval van deze voorstelling is het zo gegaan dat ik... ik werd op een gegeven moment moeder en toen... Dan is het toch wel zo dat zeker de eerste tijd dat je wat minder tijd voor je eigen gedachten hebt. En voor een voorstelling heb je dat toch wel nodig. Ik ben toen op een gegeven moment een paar dagen in mijn eentje naar Kopenhagen gegaan. Daar heb ik in de botanische tuin zo'n serre gezien met mos. En toen was ik dus helemaal van, mos is alles. En, ja, maar het komt niet uit Japan, want je hebt ook een reeks over Japan gemaakt. Klopt, ja. Voor de Nederlandse televisie. Maar eigenlijk had ik toen deze voorstelling, was ik al aan het maken. En toen, omdat ik zelf zo gefascineerd was door mos, had ik natuurlijk een extra oortje openstaan voor wat gebeurt er in Japan op gebied van mos. En dan blijkt dus dat in Japan per stad mosclubs zijn met mensen die mosfan zijn. Nou, anyway, dus ik had toen dat mos en toen dan vervolgens blijkt dat al had ik het idee gehad dat er heel veel, dat ik weinig ruimte had voor mijn eigen gedachten, dat er toch nog heel veel wel eigenlijk was gebeurd. En zo vormde langzaam die voorstelling zich. En dan dan zorg ik altijd dat ik ergens moet try-outen een half uur. En dan raak ik in blinde paniek. En vanuit blinde paniek ontstaan dan toch wel weer creatieve dingen. Dus zo ontstaat dat. Ik las dat je niet houdt van het woord cabaretier. Nee, daar hou ik niet van. Nee, ik hou ook niet van het woord cabaretier trouwens. Vind ik ook een vervelend woord. Maar dan moet ik mijn volgende vraag al aanpassen. Ik noem mezelf meestal wel cabaretier, omdat ik dat dat komt toch het dichtst bij wat ik doe. Of je zou komiek kunnen zeggen. Maar ja, dat heeft in het Nederlands toch... Ja, ik geloof dat het echt zo heet, cabaretier, wat ik doe. En cabaretière hou ik niet van, omdat er de klank in zit. Die ik associeer met zeurderige, vervelende, nare woorden, zoals migraine, derrière.
erger, misère, al dat soort woorden met die erin. Dat is de negativiteit. Bijna de negativiteit. Ja. En dan heb je dat als cabaretier ook. Vind ik vervelend. Naar welke comedian of cabaretier ga je zelf graag kijken? Ik ben heel erg fan van Eddie Izzard. Die vind ik heel... Ja, die is echt vanaf dat ik stand-up comedy ging doen, dacht ik, heb ik me daar heel erg aan vastgehouden. Van hij is iemand die heel algemeen, ja, hoe noem je dat, niet algemeen, specifieke observaties maakt, maar hij zal nooit iets doen over bijvoorbeeld zijn eigen bekendheid. Hij doet ook niet dingen over relaties, over zijn familie niet zozeer. Dus eigenlijk dingen waar heel veel mensen zich wel in kunnen vinden. En dat vind ik heel bijzonder. Ja, en hij is opnieuw aan het toeren, dus dat komt goed ja, uit. Ja, echter, ik heb hem wel eens gezien in een heel grote zaal. En dan zie je ze op een afstand en dan met van die schermen. En dan heb ik toch het gevoel dat ik naar een tv zit te kijken. Ja. En ik heb ook een keer ben ik bij de screening geweest van een documentaire over zijn werk. En daar was hij zelf bij aanwezig en hij was veel kleiner. En toen heb ik hem de hand geschud en een DVD laten signeren. En dan was toch, ja, toen dacht ik toch, oh ja, dit moet je dus niet doen. Want dan zie je zo iemand die je bewondert van heel dichtbij. En je ziet ook precies wat hij doet, namelijk zijn neutrale glimlach. Je werk betekent heel veel voor me, weet je. Zo'n soort zin. En hij zo van, wat tof, doe je zelf ook iets. En ik, wat heel goed, nou volgende, weet je. En dat is dan kan je dus beter eigenlijk de droom levend houden. Never meet your heroes. Ja, zo hè. Ja. Ja, we hadden het daar net al over je reisserie Tokidoki. Zijn er anders nog Japanse gebruiken die je overgenomen hebt in het dagelijkse leven? Nou, Japan is een heel beleefd land. En ik denk dat ik wel naar aanleiding van mijn tijd in Japan altijd probeer. Dus bijvoorbeeld in Japan, als je iets koopt in een winkel en ze geven jou je bonnetje of je ticketje, hè, dan doen ze dat altijd met twee handen en een buiging. Nou gaat mij dat iets te ver. Maar ik probeer wel altijd iemand die in een winkel werkt even aan te kijken en te bedanken voor wat hij doet. Dus ik denk dat ik dat soort zorgvuldigheid, daar hou ik wel van. Ja, het leek ook alsof je vloeiend Japans sprak. Was dat ook zo? Of een beetje in scène gezet? Nee, het is niet, ik spreek wel Japans, maar het is zeker niet vloeiend. En als je ook hoort, dan hoor je mij heel veel zeggen. En soms zelfs tussen het Japans door, dan hoor je mij zeggen of zoiets. Ja. Dat vind ik dus heel raar. Die ik dat terug vind ik super gênant. Nee, maar ik spreek dus heel slecht Japans. Als ik het letterlijk vertaal, kan het voorkomen dat ik bijvoorbeeld, dan ben ik bij jou en dan wil ik jou iets vragen. En dan zeg ik, jij vroeger verdrietig, waarom? Weet je, dat soort Japans. Het gekke is wel dat omdat Japan aan elkaar hangt van, van de beleefdheidsvormen en de sociale regels, dat het feit dat iemand het zo direct en vreemd vraagt, het soms wel een trigger was voor Japanners om juist hun hart te luchten. Ah ja, dus het werkte wel. Ja. En ook omdat je de moeite doet waarschijnlijk, want ze zullen daar niet gewoon zijn dat een Westerling de taal praat. Ja, maar eigenlijk had ik daar dus in alle eerlijkheid meer van verwacht. Dat ze dat eigenlijk toch meer van onder de indruk waren. Maar ik had ook bijvoorbeeld een trui met een Japans landschap erop. En eigenlijk was dat veel meer waar ze onder de indruk van waren dan van het feit dat ik Japans sprak. Oké, heel erg bedankt voor dit interview. Nou, dank je wel. Ik snap ze. Ik begrijp ze. Ja, ja. Nu snap ik maar, ze. En ik wil die alle DVD's afkopen eigenlijk. Laat die een babbelen. Ja, absoluut. Ik wist niet dat hij van Holland kwam. Dan heb je nu in dat gesprek pas door. Aan haar klanken. Ja. Oké, maar bon. Ons Paulien, die we nu veel beter hebben leren kennen door dit intermezzo. Die staat zeg, nog... Ik heb een soort van aandachtstoornis. Dat is niet gediagnosticeerd, maar ik denk, er staan voetstappen hier op tafel. Ja, ik heb dat ook al gemerkt. Dat is vreemd, hè? Dat is ooit een deur geweest. Maar Zwarte Piet is in de klas hier nog geweest. Wat is dat, december? Ja, dus dan ze hebben we dat niet meer afgekruist. Op dit zolderkamertje. Ja. Maar Paulien Cornelissen dus. Ze staat nog onder andere in Leuven, Antwerpen, Roeselaar. En de volledige agenda en de tickets kan je checken op livecomedy.be. Ik geef even een jingle naar deze reclamespot. Dat is goed, dan moet ik die er niet meer tussen zetten. Ze heeft ook aangegeven voor in België, voor haar shows ook zeker. En als ze hier bezig is en toert, dat ze tussendoor ook veel neerpent. Of is dat een gewoonte dat jullie ook hebben?
Dingen opschrijven. Ja, zo dingen tussendoor de hele tijd neerpennen. Ja, ja, ja. Ik heb constant altijd een boek bij. Kijk, dat is mijn boekje. Ah ja, ja, het is zo'n typisch beige boekje met rode randjes aan de papieren. Ja, maar kijk, ja, er staan dan plannetjes in voor dingen die ik eventueel wil maken. En dan, ja, schetsjes van... Ja, ik heb altijd moet een boekje treffen, bij. Ik, ik heb geen boekje bij, maar ik heb wel een... Hij zit nu gewoon in de auto. Maar ik heb altijd... Je kei betrapt met die ogen. Nee, ik heb een zakje altijd met papier bij voor te noteren, altijd. Oh, dat is wel aan, ja. Dus dat is toch iets. Maar ik dacht, ja, ik kom hier radio maken, ik kan niks opschrijven. En haalt je daar dan effectief vaak materiaal uit voor de shows? Soms wel, eigenlijk. Of inspiratie, ja. Ja, bij mij is dat meer het idee opschrijven, gewoon. Oké? Okay? En dan achteraf dat gewoon nog eens doorgaan. Oh nee. Bij mij marcheert dat niet. Bij mij wel. Nee, maar wacht. Je zei enkel het idee opschrijven. Omdat... het probleem is, ik ben heel slecht in het kort noteren van ideeën. Want dan lees ik dat achteraf en denk ik... banaan, rotten, schrijven... Nee, dat is niks. Nee. Ik moet effectief gewoon mij even wel zetten en er op zijn minste 5 of 10 minuutjes even mee bezig zijn. En dat idee al een klein beetje onderzoeken. Dat ik op een of andere manier al ergens aan een soort van conclusie zit of een eindpunt. Want anders... Want gaat dat verloren is, of ja, wordt dat niet goed, ja, uitgewerkt? Ja. Omdat je hebt... Ja, dat zijn dingen die je triggeren en dan moet je daar eigenlijk iets mee doen op het moment dat je dat triggert. En niet daarna, want en niet daarna, want dan zit uit dat moment. Ja, maar ik heb dat heel vaak, als ik vind optredens terug naar huis rijden, nog in die scherpte in de auto rijden, dat ik zo ideeën heb, ik schrijf die dan 's avonds op. En dan het eerstvolgende optreden probeer ik die al. Ah ja, oké. En dan... Ja, ik ben zo met ik schrijf op het podium gewoon. Ah, okay. En dan zit daar zelfs nog geen clue aan, dat is gewoon een gedachte en dan... Zien we wel. Oké, okay, ja. Bij mij, ja, iedereen werkt anders. Hè. Ieder zijn methode. Maar ik heb ze boekjes vol met onbruikbare ideeën. Van echt, van, je wordt dan ooit gevraagd voor een groot bedrag. Nee, echt tot door niemand bruikbaar. Gewauwel. Je maakt er niks van. Niks mee te doen. Echt, je kunt er een open haard mee aansteken. Dat is, maar dat is ook zo dat... De slechte gewoonte het idee is opgeschreven. Oef, hoera, ik heb een idee. Henk uit de toekomst zal er wel een leuk mopje van maken. Maar de Henk uit de toekomst is een andere Henk dan de Henk. Absoluut. En Henk uit de toekomst is altijd heel pist op de Henk van het verleden eigenlijk. Want die is zo van, wat vergewauwel dat je hier weer in je boek schreef. En het probleem is, als je dan begint te try-outen, dat is als je de moment waarop dat je dan je boek pakt en je weet van vaag van, ja, er zijn een aantal ideeën en er is dan één groot idee waar dat dan de show over gaat in dit geval. Maker, dat wist ik al vroeg op voorhand eigenlijk. Maar je weet van, mijn boek staat vol. Wauw, dat gaat echt, dat wordt fantastisch. Dat is een show. Wauw, dus, het is al klaar. Ik moet het gewoon nog in de juiste volgorde zetten. En de spelfouten uithalen. Nope. Twee jaar ideeën. En dat is altijd hetzelfde. Altijd hetzelfde soort van boerbedrog dat je zelf aan doet. Ja, maar bij mij zijn dat vooral verhaaltjes eigenlijk. Ja. Ik schrijf zo een storyline idee op en dat is dan. Oké, okay, dat is een verhaal, man. Ja. Ja. Zo iemand. Zwat. maar dat was ik zo niet meer in ja, de naam. Ik ben niet zo'n knutselaar. Ik knutsel verhaaltjes. Ja, ja. Ik maak visuele verhalen. Ja, ja. Ik fysieke, driedimensionale verhalen. Kijk, jullie verhalen. Knutselen allebei op jullie eigen manier. Tuurlijk, tuurlijk. Mama probeert te zalven. Ja, echt. Kei lief. Goed als ze bijzit. Moet ik hier een kaf tussen zetten? Of is dat niet? Nu, er zijn nog genoeg comedians die ook af en toe neerpinnen en de shows blijven komen. En dat ga je horen in ons comedy nieuws. Sven de Leijer doet een reprise van zijn show Content. Jullie kennen Sven wel, neem ik aan. Vanuit ja, dat is een goede DJ. Het publiek zo maar op. Ja. Ja. Maar dat verwerkt hij ook in zijn show natuurlijk, zijn muziek. En is het echt een stand-up show? Ja. Ja, het is wat de titel zegt. Hij is content en hij wil vertellen en verblijden met mopjes en muziek. Dus ja, dat is... ik denk dat hem dat goed doet. Een vullende show. Dat is ook, ja, het is de tweede keer dat hij de show herneemt hem dus. En alle data en tickets kan je vinden via livecomedy.be. Er staat al veel in het rood, dus ze moeten er snel bij zijn. Raf Koppes op 31 januari in het Zuiderpershuis. Gaan kijken, sowieso. Ja, je bent... Nee, ik ben niet... Ik legend. Kijken. Ja. Een legende. Ja. Het is ook de grote Raf Koppes show. Ja, ik hoor heel veel... Die heeft een slechte beurt gemaakt... 1000 jaar geleden op de VTM even. En dan is hem ook heel diep gegaan zelf. Ja, ja. Maar ik heb daar de laatste 3 jaar redelijk veel mee opgetreden.
En je wilt niet naar Raf Koppers komen. Echt. Ah, overal ja. blaast je het dak eraf. Echt. De eerste keer dat ik dat zag, was echt van, what the fuck. Echt. Zo grappig, zo snel. Mensen die daar ook in de zaal zaten, die waren een avond dikwijls dat ze niet wisten wie dat de comedians waren. En dan zo, oh, Raf Koppers. En dan achteraf zo, wow, dit wisten we niet. Ja. Dus dat is echt een legende. Ja, ja, dat is wel een legende. En ik had er vroeger ook dat beeld van. Dat echt, ik vond dat een super grappige mens. En dan is dat inderdaad zo even verwaterd. En ja, dan is zo, en nu moet je daar even terug in komen. Absoluut. Maar blijkbaar doet hij er heel snel terug in komen. Ja, maar het is het verhaal like dat Giron gezegd heeft, de VTM. En de jaarsconferences. En de jaarsconferences die dan niet aansloegen zoals dat moest, terwijl dat wel klassiek Raf Koppers was. Maar goed, ja, ik ken Raf Koppers van toen dat ik in een bal infernal mijn eerste kleine mopje deed. Was Raf Koppers eigenlijk al vaste waarde. Dus, Nu, deze show betitelt hij zelf als sneltreincomedy, met zelfs het aantal... Als hij zegt dat sneltreincomedy is, dan... Oh, fuck, man. Met het aantal one-liners per minuut betiteld, hè. Dus er is een cijfer opgeplakt. 6, zoiets. Dus dat levert u dan 360 keer lachen op een uur op. Ja. Jullie garanderen toch hetzelfde? Ik ben verhalend. Jij vertelt verhalen. Verhalend knutselen. Ik toon 3D-grappen. Dat is een andere stijl. Dat is een beetje de Vlaamse Jimmy Carr eigenlijk. Gewoon, ja, one-liners. Punch. Dat is fantastisch. Ja. Ah, wel, maar het is wel aanlokkelijk en ik denk ook wel de moeite, dus zeker checken, livecomedy.be. Ja, nee, het was gisteren ook al laat. Adriaan van den Hoof is nu ook terug. Ja. Met een nieuwe show, maar eerst een diploma. De titels zijn altijd maar eerst een diploma. Ja, of we geworden zijn wat we afhankelijk wilden worden, geraakten we op het punt waar we dachten te geraken. Hebben we daar ons diploma bij nodig gehad of net niet? Ja, wel, ik denk dat bij ons vroeger net minder. Veel meer werd gezegd, een diploma halen. Ja, het is dat. Eerst uw diploma en dan... Ja. Eerst voor zekerheid kiezen. En je tekent graag, doe je academie nadat je van het college komt, dat je Latijn wiskunde tegen die goesting gedaan hebt. Ja, nee, de, denk dat. Dat dan altijd van alle generaties. Je gaat dat maar eens voor leraar studeren. Ja, voilà. Eerst een diploma dat je een goede job kunt hebben en doet dan je goesting. In de hoop dat je tegen dan al platgeklopt werd door de patekes van het college. Ik heb vroeger meer mensen hun gat aan durfden vegen, om zo te zeggen, en dan toch het zelf doen. Denk dat dan... Ik weet het niet. Volgens mij is jullie generatie gewoon te lui. Dat is het probleem gewoon. Dat ze denken dat godverdomme vanzelf komt door op hun Instagram en op hun MMS bezig te zijn. Ik zou zelfs zoveel doen. Nu ga ik niet meer zelf. Hè. Het is gedaan. Oh, kijk, voilà. Ik zou jullie generatie zelfs geen generatie niet meer noemen. Sorry. Het is niet waardig om nog generatie in te noemen. Oh, ze komen overeen. De mannen, ze komen overeen. De old farts of comedy. Terlui, dat is het. En die muziek, oh, dat is geen... Breek mijn mond niet op, dat is geen muziek. Dat is... Naar jong publiek, dan gaat dat trekken. Accordeon, dat is muziek. Ja. Dat, ja, nee, ik denk dat dat van een beetje van alle generaties maar is. Maar je hebt een diploma gehaald, hè? Ik heb een diploma. Een zwaar diploma wel, zelfs als ik dat zo... Industrieel ingenieur landbouw, ja. Dat klinkt voor mij al zo. Maar dat is... Dat is interesse, hè? Dat was interesse, ja, dat is zo. Wat heb ik daarna mee gedaan? Niks. Ik heb 6-7 jaar in het onderwijs gestaan. Dus ik heb biologie en fysica gegeven aan tweede en derde graad. Dus dat is in het verlengde van mijn diploma. Maar ja, dat is heel snel verschoven. Ondertussen was ik al met comedy bezig. Dat was ook de reden waarom ik met onderwijs gestart was. Omdat dat flexibel genoeg was om te combineren met mijn comedy. Ja. Ik weet dat niet. Ik denk dat heel veel mensen... Tijd en plaats waar je belandt en waar je niet rolt gewoon. Maar allee, onderschat de waarde van je diploma niet. Hè? Want het is allemaal zo wel gemakkelijk van te zeggen van ja, dat diploma, ik heb er niks mee gedaan. Heel veel mensen zeggen dat... zorgt zo wel een opstapje of een ja, maar stapje ook, ergens. Het is niet de kennis die je opgedaan hebt of de titel die op dat papiertje staat. Dat is niet het belangrijkste. Wat dat je gedaan hebt tijdens je studies en wat dat je...
Ik moet anders zijn. Uiteindelijk, ik ben stand-up comedian en voor veel mensen staat dat mijlenver van mijn diploma, zijn een ingenieur. Terwijl ik heel veel parallellen zie tussen wat dan een comedian doet en wat dan een ingenieur doet. Mm. Dat is ook dingen analyseren, dingen in vraag stellen, constant uzelf in vraag stellen, constant kijken of dat je dingen kunt verbeteren. Dat is een reflex die een comedian ook moet hebben. Mm. Dus dat is eigenlijk gewoon wat ik geleerd heb tijdens mijn studies. Yeah. En heb ik daarmee mijn diploma rechtstreeks gebruikt? Nee, maar ik heb wel het gevoel dat ik nuttige dingen nuttige vaardigheden heb opgedaan tijdens mijn studies, die ik nu nog altijd kan gebruiken. Je knikt? Ja. Dat klopt, jij dingen uit je diploma kunnen meenemen? Iets minder, denk ik, maar ik volg wel. Maar daar gaat het dus over, hè, bij Adriaan. Ja. En aangezien wij er ook toch wel deftig over kunnen... Ja, ik vind zo, vanuit de chirurgie is er weinig dat ik meepak naar de comedy. Ja, wat denk ik dan? Ah ja, is dat niet... Ja, haarchirurgie heette dat vroeger, maar nu is dat gewoon kapper. Ik denk zelfs gewoon, dat je zegt van die self-made man, dat die niet bestaan. Ik denk dat de mogelijkheden nu groter zijn om self-made te zijn. Omdat je veel meer ondersteuning hebt en veel meer... bronnen en kanalen, inderdaad, dankzij het internet. De wereld is een pak kleiner geworden. Je kunt zoveel meer opzoeken, zoveel meer zelfstudie doen. De stimulans is groot, hè. Ja, dus alleen zoon, minder lui zijn. Mijn zoon vroeg dat van de week. Mijn zoon vroeg dat, hoe zocht je alle dingen op? Ja, dat was de fietspakken naar de bibliotheek. De bibliotheek, ja. Oh man, wat een hel was dat. En dan moest je uw vraag ook stellen aan een bestofte oude mensen. Ik heb het ook nog. Hij zoekt iets over vliegtuigen. Ja. Ah, wat daar staat een boek, dat is een moderne, hè? Want ze spreken al over vliegtuigen met ene vleugel. Voilà. In plaats van dubbeldekkers. Oh, manneke. Ja. In elk geval, moest je de discussie door Adriaan van den Hoofd zien gevoerd willen worden, dan kun je nog steeds voor tickets gaan. Er zijn wel al veel... tickets uitverkocht. Ik zou dat niet doen, eigenlijk. Ik vind dat onderwerp nu al uitgevoerd. Dus meer gaat dat niet vertellen. Meer dat denk ik niet, hè. Meer gaat dat niet aan je vat er verzinnen. Ook niet. Je vat er ook niet. We zijn rond, kom. Naar wie kunnen we nog? Deze show kunnen we nog kapot maken. Nee, het is op. Ah, okay, het is op. Of ja, eigenlijk niet, want jij zit er ook voor een nieuwtje eigenlijk, hè, Jeroen? Ja. Je hebt ook nog een aankondiging. Ja, ik zit er dus met een reden. Ja, amai, nu is het een momoze gram. Het nieuwtje van Jeroen. Een lange jingle. Moeten we nog doorgaan? Stop ons nu. Maar nu ja, nieuw. Eigenlijk kunnen de mensen, of als ze alert geweest dagen, zijn, kunnen ze het al beluisteren. Hè? Ja, ik kan ondertussen mijn banaan opeten. Doe maar wat rustig. Dan zwijg niet te hard smakken, nee, hè, alsjeblieft. Wel. Voor de sfeer. Mijn volgende show, die komt in 2020. Je heeft als thema sprookjes. Sprookjes, ja. En vandaar dat we het idee hadden om eigenlijk een podcast te maken voor sprookjes voor volwassenen. Waarin dat we sprookjes... ik sprookjes verzin. Mm-hmm. En we hebben er dan een hoop opgenomen gehad. En dat was eigenlijk al geniaal. Of dat je dat ook zelf vindt. Ja, maar toen dachten we van, hey, misschien wordt dat nog leuker dat we dan een keer op café met publiek doen. En dan hebben we in de Charlotte dat uitgeprobeerd, een paar weken geleden. En heb ik telkens ook een improvisator erbij gevraagd. Mm-hmm. En dus er zitten ook echt improvstukjes? Ja, het is volledig geïmproviseerde sprookjes. Mm-hmm. Dus we vragen altijd aan het publiek, er was eens wat. Een banaan. Er was eens een lelijke draak die de alimentatie niet kon betalen. Dat kwam dan van het publiek. Okay. En dan zijn we vertrokken. Origineel, en je krijgt sprookjes van een zevental minuten. Mm-hmm. Volledig geïmproviseerd, met altijd een moraal op het einde. En vanaf nu, elke vrijdag om 10:00 s'avonds, is er een nieuw sprookje. Spannend. Het zijn eigenlijk nachtmutsjes voor volwassenen die in het weekend nachtmutsjes voor volwassenen. En het duurt maar 7 minuten ook, zodanig dat je geen anderhalf uur moet liggen luisteren. Dat je niet in slaap valt tijdens je nacht. Dat is een safety net voor ons. Zijn dat die live-opnames die je laat doen? Of is het gewoon... Nee, het zijn de live-opnames die we laten horen. Ah, dus gewoon publiek ook lachen. Ja, gewoon het publiek ook lachen. Dat is toch, hè? Dat je weet wanneer je moet lachen. En we hebben er nu in... Ja, maar we hebben dat is gewoon gezellig. In de charlatan. Oh, en de banaan, sorry. Ik was zenuwachtig. Ja.
Omdat, ja, je kwam daarna de Lunatics en dan een hele leuke set gespeeld. En straks komt Geron met sprookjes. Ja. En ik dacht van, oh fuck. Maar, dat was geen goed idee, damn. Als het zo goed aangekomen is. Je haatte toen ook even de Geron wat verleden. Nu komt Geron met sprookjes. Ja. Maar het publiek was keihard mee. Oké, er is keihard gelachen. Achteraf de improvisatoren, eer dat die... dat is onder impro mensen sowieso niet makkelijk om elkaar te bejubelen, vaak. Mm-hmm. Zeker dat je met een nieuw impro-idee afkomt dat zo simpel is. Maar iedereen had echt zoiets van, wauw, dat is zo simpel, zo leuk. Spijtig dat we er zelf niet op gekomen. Dat was zo de sfeer. Heeft dat ook een titel? De niet zo serieuze sprookjes met Geron de Wolf. Oh, serieuze sprookjes met Geron. En vanaf nu gaan we het altijd live doen. Dus, maar we hebben nu wel een lading opgenomen. Ja, we hebben nu een lading opgenomen en er is er eentje dat al uit is, maar je gaat dat nu na deze podcast ook nog eens integraal kunnen luisteren. Mm-hmm. En dan gaan we sowieso de link wel vinden ook naar iTunes, Spotify. Er komt later ook nog een YouTube-kanaal, want dan gaan we het ook filmen. Ja. Dat zijn nu nog niet, de eerste vijf geloof ik niet. Maar dan, vanaf dan wordt het ook op YouTube. Zodat je tegen het einde van het jaar een 52-tal sprookjes al hebt voordat mijn show uitkomt. En dan gaan we dat bundelen. DVD's uitbrengen. Maar misschien dat Henk wel eens wilt meedoen ook. Ja. Ik heb altijd improvisatoren nodig die... Ik vind dat een heel moeilijke. Ik vind dat heel tof. Het was gewoon ja zeggen. Dat is een van de basisregels van improvisatie. Het is zodanig lang geleden dat ik dat gedaan heb. Het is zo simpel. Ik ga het ook doen met comedians die... Het is gewoon, er was eens. En ik begin te vertellen, jij pakt over, ik pak over. Soms wordt dat pikant, soms wordt het spannend. We weten dat gewoon niet op voorhand. Maar we hebben geen censure rem, omdat er misschien kindjes luisteren. Het is ook 10:00 s'avonds dat je het pas kunt luisteren. Dat staat online. Ja, ik weet het. Tot 10:00 is het internet op slot. Jij weet niet wat die kinderen op hun iPad allemaal... Pipi Geron. Het wordt maar uit, zo'n na 10:00, dat slapende kindjes. Mag ik een kinderslot opzetten op je iPad? Dat is waar. Nee, kindjes kunnen luisteren, maar die gaan er iets minder aan hebben, omdat ze sommige woorden niet begrijpen. Natuurlijk. Zoals vagina. USB-poort en USB's. Ja, vanaf nu maar het zijn echt wel sprookjes ook. Dus, dat zijn wel, dus vanaf nu kun je de niet zo serieuze sprookjes beluisteren. Beluisteren. Nu nog maar één, volgende week al twee, en de week daarna drie. Oh, man, en de week daarna vier. Zot, ja. Nee, Henk is zo slim. Ja, tellen. Ingenieur, hè. Ja, landbouwingenieur. Ja. Het is een veld vol sprookjes. En voor de luie generatie die niet wil doorklikken, het is dus inderdaad ook gewoon integraal aan het einde van deze podcast. Te luisteren. De luie generatie, wie bedoelde daar nu weer mee? Niks, iedereen, we zijn allemaal wel eens af en toe luie. Dus gewoon blijven hangen en dan hoor je hier Geron zijn zeemzoete stem nog eens van de live versie van mij. Het is het eerste niet zo serieuze sprookje. Ja, dit is de lelijke draak die zijn alimentatie niet kon betalen. Oké, Ja, het is altijd er was eens. De titel is altijd er was eens. En op het einde de moraal. Ik ben benieuwd. Er was eens een lelijke draak die zijn alimentatie niet kon betalen. Er is er nog zo eentje, dat zal in de komende weken. Er was eens een bad in dat niet kon zwemmen, maar wel kon trillen. En zo kregen we titels van het publiek. En dan, zijn we dat soort titels. Ja. Dus het gevoel dat dat aankomen, naar warmte en liefde gaat. Hè? En voilà. Parkinson. En ziektes. En, Wat is dat hier eigenlijk? Wat noemen we nog? Meneer Bertels is hier de trap opgekomen. Ja, meneer Bertels. Is van zijn bureau gestegen. Van zijn bureau gestegen om ons de tip van Tom te brengen. Oeh, daar zie je. Ik heb iets obscuur van de krochten van het internet naar boven gevist. Ik zal het nog eens proberen zeggen en dan moet jij zeggen of ik het goed gezegd heb. Jim Moyne. Jim Moyne. Is het goed? Dat klopt. Jim Moyne. Jim Moyne. En dat is een ziekte? Nee, zie je het wel? Je kent het niet. Hè? Nee, ik ken het niet, nee. Jim Moyne is ook een man, dus hem. Jim Moyne is een Ier... die al heel lang, eind jaren 80, in Australië is gaan wonen.
Ja, nee. Ze is echt raar aan het kijken. Maar nee, dat is mijn manier van fronsen. Jij denkt dat wij iets aan het wijs maken. Nee, maar je zet het heel triggerend aan het vertalen. Ja, dus, kijk, ik zou het wel vlotter vertalen. Nee, het is goed. Zo traag en slepend, als dat je stijl is. Vandaag wel, Henk. Oké, Tom. Oké, goed. Jim Moyne. Ja? Jim Moyne is een comedian, een Ierse comedian, die in Australië woont. Dus op zijn 22 jaar is hij in Australië verhuisd. Zonder dat hij eigenlijk al iets comedy-achtig of entertainment-achtig had gedaan. Is gewoon verhuisd. En is daar toch wel op een heel snelle manier een tv-ster geworden. Een paar jaar later is hij tv-ster geworden in Australië. Had een eigen sketch-show. En die show heette Jim Moyne. naar zijn voornaam, want dat is de echte voornaam van Jim Moyne. Zie je geen artiestennaam? Naam? Nee, ook zijn niet. Echte naam. Zijn echte naam is Jim Moyne McCoon. McCoon. Ja. Ah, Jim O'McCoyne, maar natuurlijk, ja. Als je zijn familienaam hebt. En het leuke van Jim O'Neill is dat hij... Ik denk dat hij in Australië is, want hij is al zo lang daar, maar die praat nog zo Iers als het maar kan zijn. Ja. Zelfs als hij kinderen op de televisie is, is dat gewoon één grote Ierse man die daar staat. En die is eigenlijk, omdat hij daar zo groot en zo bekend is geworden, is hij dan pas in UK groot en bekend geworden. Ah, zot. Hij heeft nooit in UK opgetreden vroeger, toen hij daar woonde. Dus hij heeft nooit de skills geleerd hier of in UK. Hij heeft nooit een basis gelegd. Hij is eigenlijk pas na Australië groot geworden in UK. Stop. Net omdat hij zo groot en bekend was in Australië. Is hem op Edinburgh beginnen spelen. Grote tours, grote zalen in UK gedaan. Maar altijd wel, hij woont in Australië nog altijd. Maar die treedt wel x aantal maanden op per jaar in Engeland. En de rest van de wereld. En dus nu sinds kort ook in België. En dat is niet gewoon een klein verhaaltje dat ik je kon vertellen, maar Jim Moyne is mij een jaar of vijf geleden al een keer aangeboden geweest. Ik kende die man niet, ik heb dat dan gezien op YouTube en ik vond dat wel heel fijne humor. Okay. Dat is heel droge humor ook. Ik vind dat fantastisch. Toen ik die vorig jaar gezien of 2 jaar geleden gezien heb, had ik zoiets van, die moet direct terugkomen, want dat is echt wel heel, dat is gewoon super fijn. Gewoon super fijne comedy, heel droog ook wel. Oké. En ik ga geregeld naar Edinburgh, naar het festival in Edinburgh. Dat is genaamd naar de stad waar dat... Klopt. Dat is zo, een beetje zoals de Gentse feesten, maar dan in Edinburgh dan. Exact, oké, wauw. Edinburgh Fest. En het leuke was, je hebt daar zo een aantal bars die alleen toegankelijk zijn voor de artiesten en de industrie, zoals ze het dan noemen. Dus je moet er een pasje voor krijgen, dan kan je daar binnen. En ik ben dan industrie officieel. Oh yeah, dan, dus je hebt zo'n pasje. Beland je dan s'nachts op zo'n bar en dan komen alle medewerkers en flyers en promotoren en heel veel artiesten komen dan daar terecht om een pintje te pakken. Oké. En op een bepaald momentje stapt Jim Moyne naar binnen en ik ben daar ook. En daar stapt nog iemand anders naast die ik niet direct herkende. En hij mij ook niet. Tot ineens plots ik tegen Jim Moyne zeg, hello, I'm a promoter in Belgium. En de andere man kijkt mij aan en zegt, Tom, what are you doing here? En bleek dat dan Simon Morley was van The Puppetry of the Penis. Puppetry of the Penis. Yeah. Die poster daar, maar staat daar niet op. Is de, Simon Morley is de grondlegger van The Puppetry of the Penis. Een beetje de oerpenis. En blijkt dat Simon en Jim Moyne heel goede vrienden zijn. Maar dat is ook van Australië toch, Puppetry of the Penis. Ah, okay, so Simon heeft altijd in Australië gewoond, woont nu in UK, dus die hebben gewoon de switch gemaakt. Okay. En zit ook bij hetzelfde boekingsagentschap en hetzelfde management, dus dat helpt natuurlijk. Okay. Waardoor dat Simon zei, oh ja, je moet naar België gaan tegen Jim Moyne. Oké, top. En dus ineens ging dat allemaal super vlot. En zo geschieden. En dan is hij bij ons gekomen, heeft hij... Super fijn gespeeld. Waar heeft hij gespeeld? In het Zuiderpershuis. Ah, oké. Nice. Dat was nu vorig jaar of 2 jaar natuurlijk. 2 jaar geleden, denk ik. En dat was super fijn. En uiteraard Zuiderpershuis. En dan Ieren. Dat is nadien. Pintjes pakken nadien. Tom, kater? Ik weet dat niet meer zo goed. Hij weet zelfs niet dat hij een kater had dan gedaan. Ja, wel, denk ik. Maar het was niet wel heel fijn. We hebben er afgesproken dat we heel snel opnieuw gingen doen. En hij heeft een nieuwe voorstelling gemaakt die nu reist door UK. En op het einde van de UK-tour komt hij dan 1 dag naar Antwerpen en 1 dag naar Amsterdam. Okay. En dan gaat hij terug naar Australië om daar dan alle festivals daar te gaan doen. En wanneer mogen we verwachten? 24 februari in het Zuiderpershuis.
All right, dat is al snel. Dat is over anderhalve maand, over een maand zeker. Oké. Okay. Ja, 24 februari, dus... Je gaan de tickets al hard via livecomedy.be vragen? Hard zou ik niet zeggen. Ze gaan zacht. Ja, maar ik wil zeggen, de mensen kunnen er wel aankomen. Hm? Ah ja, natuurlijk, ja, dat is te koop. Oké. Okay. Nee, je mooi, echt droge humor, Iers, top. Ik had wel een keer checken, ik veronderstel dat er dingen van op YouTube staan. Ja, op YouTube staan er heel veel filmpjes. Ah, oké. Okay. Dat is heel fijn, als je kan, kom maar af. Dank je wel, dat was aan Tom. Scheet, toch? Graag gedaan. En dan mag ik ook nog tickets weggeven voor Eva Krutsen in de Arenberg op 29 januari. Ze is al een keertje de tip van Tom geweest. Ze heeft er al eens uitgebreid over verteld. En ik zou graag weten hoe dat de show van een van haar andere vrouwelijke collega's, Paulien Cornelissen, heet. De laatste nieuwe show, daar hebben we het over gehad in deze podcast. Wil je tickets winnen, dan kan dat door een mailtje te sturen naar podcast@livecomedy.be. Ik weet het antwoord. Mag ik het geven? Ja, nee, dan... Ja, of toen zei dat je graag hebt dat de mensen het heel gemakkelijk maakt. Weet je, doe jij het en ik zal bliepen terwijl. Maar nee, ze moeten terugspoelen. Zeg, ja, al die luiheid... Die luiheid ze, weer al, hè. Voilà, ja, het is dat. Dat gaan we niet stimuleren. Laat ze maar terugspoelen. Dan zijn we al aan het einde van onze podcast gekomen. Ik nu wil, al? Ja. Ik denk dat Henk nog veel te vertellen heeft. Ik denk het ook. Ja. En maker Henk, je passeert nog op veel plaatsen en er zijn nog wel wat tickets te rapen. Er zijn nog behoorlijk wat tickets te rapen. Ja, ik weet nu niet van buiten waar overal, maar al de speeldata staan op www.henkrijkaard.be. Mm-hmm. Daar is het ticketwinkeltje. En, ticketwinkeltje ja, klinkt zoals een kiosk. Ja, maar het is ook zo'n gezellig winkeltje met gordijntjes en zo. Zet u, drink een koffietje, koopt een ticket. Oh ja. Dat was hier eigenlijk toch praten voor jullie twee. Het was plezant. Dus, waarom was jij erbij? Ja, eigenlijk. Hè? Hadden jullie die gewoon zelf niet kunnen modereren, dan moest ik hier niet zijn. Dus, maar wat af en toe de zalvende mama nodig die af en toe kon zijn. Ja, maar voor jou is het zo en voor jou is het anders. Ik denk dat ik hier zo'n 60 jaar vrouwtje... Dat dus is ook zo, eigenlijk. Dat is het zo. Nu word ik nog gemeen. Geïmiteerd ook. Ja, uw stem klinkt heel jong. Als dat je zegt, dat wordt proper afgesloten, denk maar, dan de krijg je ineens dan in je kop. Zeg. Wacht, ik zou heel... Uw stem klinkt wel heel jong voor uw leeftijd. Dat is daar. Oh, ik ben al naar alle kanten gezweet. En je plastische podcast. Chirurgie aan je stem laten doen? Ja, dat is wel straf eigenlijk. Straf dat die een nieuwe krak eruit is. Ja. Goed, ik ga zo jong mogelijk afsluiten. Nu, dat is te jong. Ik dacht, dat klonk 12, 13 jaar of zo. Allee. Henk, gewoon bedankt voor jullie komst. Het is graag gedaan. Graag gedaan. Oh god. Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes met Geron de Wulf. We zitten live in de Charlatan. Jullie herinneren zich nog wel vroeger dat jullie als kind gingen slapen en dat mama of papa dan een verhaaltje voorlas. En dan word je ouder en dan worden er geen verhalen meer voorgelezen. Dus deze verhalen zijn... voor jullie volwassen luisteraars. Ik heb ook een collega erbij gehad, Rishi Panchasara, en die gaat mee vertellen. De opdracht van het publiek. Er was eens een lelijke draak die de alimentatie niet kon betalen. Ik voel al dat het een dramatisch sprookje wordt. Hier gaan we. Er was eens een lelijke draak die de alimentatie niet kon betalen. Zijn draakhol bevond zich op een hele hoge berg in de verre koude provincie in China, namelijk Pyeongchang. En in Pyeongchang waren er maar twee draken. Hij en de vrouw waar hij kindjes mee had. Hij was een lelijke draak, maar omdat er maar twee draken waren, was de vrouw uiteraard tot die keuze gedwongen. Op zich... was dat niet zo slecht,
Er moesten geen moeilijke dagen gepland worden. Het daten was eigenlijk vrij simpel. En op zich had die vrouwelijke draak dan ook niks om mee te vergelijken of hij goed was of niet in het drakennest. Maar toch waren ze uiteengegaan. En uiteraard, als je uiteengaat en je hebt kindjes, dan moet je als man daarvoor opdraaien. Wat zowel waar was in het oude, archaïsche China, is zelfs tot op de dag van vandaag nog altijd een harde realiteit. Gelukkig waren de drakenkinderen al lang het nest uitgevlogen en waren ze gaan studeren in Amerika. Dus op dit moment werd de alimentatie nog 5 keer duurder. Want als papa draai je daar ook voor op. En de arme, lelijke draak wist niet meer wat hij moest doen. Hij moest dringend aan geld geraken. Maar hoe? Op een gegeven moment was hij aan het snikken en aan het huilen op het hoogste topje van de berg. Rillend van de kou, zichzelf niet eens meer kunnen verwarmen met zijn eigen adem, rolde een traan langzaam naar beneden. Door de koude, bevroren traan en langzaam maar zeker rolde die de berg af en werd een grotere en grotere sneeuwbal. Tot op het moment dat de draak zag dat zijn traan, die grote sneeuwbal werd, een heel oud mannetje zou raken. Dat oud mannetje sprong juist op tijd weg. Oef. Oef, dacht de draak. Want ook dat nog op mijn geweten hebben zou misschien wat te veel van het goede zijn. Nu het oude mannetje die blind was en met een stok wandelde, stapte de berg op. En het oude mannetje was een hele oude wijze man uit China, Ling Ping. En Ling Ping had die sneeuwbal voelen komen. Voelde de paniek en de tristesse bij onze lelijke draak. En sprak de wijze woorden, de Chinese woorden, het wijze gezegde waar de Chinezen voor bekend stonden. O draak, lolt een traan de berg af en kan je die ontwijken, zal het bijna slachtoffer je met eindeloos goud verleiken. En zo veranderde het noodlot van de draak in absolute winst. De draak kreeg gouden munten van de oude wijze man. Hij was nog steeds een lelijke draak, maar nu een rijke lelijke draak. En uiteraard had dat vrouwtje dat gezien. En ondanks dat hij nog altijd lelijk was, was het geld aantrekkelijk genoeg. En zij kwam terug. Doordat zij terugkwam, was er ook ineens van alimentatie geen sprake meer. De draak zei toen: ah, nu ben je er weer. Wat had je nu gedacht? Dat ik je zomaar ging terugnemen? Ha, antwoordde de vrouw. Eigenlijk wel, ja. Je hebt geluk, sprak de draak. Gelukkig ben jij de enige lelijke draak in heel het Chinese land. En ik geef je nog 1 keer een kans. Maar als je me nu nog verlaat, dan... dan maak ik je kapot. Nu... het was een slimme drakenvrouw. Die wist, oh, met dat geld zit ik jaren gebeiteld. Dus ze leefde nog lang en gelukkig. En wat is nu de moraal van dit verhaal? Als je lelijk bent en je hebt geld,
is er eigenlijk geen probleem. Slaap lekker.